Ja, persmoment. Oh my god, ik zit in de auto. Ik dacht, ik ga het gewoon luisteren en ik ga gewoon schrijven. Want ik had daar gelukkig papier en stiften liggen. Man, oeh, ik moet even mijn energie weer omhoog krijgen. Want ze doen het erom, hè. Op het einde krijg je altijd zo'n enorme inkakker. En dat is gewoon bewust. Ik weet zeker dat dat bewust is. Zodat je eigenlijk weer alles vergeet wat hij gezegd heeft. Maar er werden weer rare dingen gezegd. Dus komt hij, hou je vast. Even kijken. Nou, hij kwam natuurlijk binnen. Ging direct stuntelen met zijn kapje. Ik denk, is dat onderdeel van de act? En hij zegt, eens kijken wat we hebben. Nou, doe dat normaal, joh. Alsof je gewoon, nou, wat hebben we deze week? Zo'n soort kringgesprek met kleuters. Maar, wauw. Ja, ik blijf het zeggen. Ik vind het echt, ik vind het geen stijl. Eens even kijken. Het ging over de novemberraming van het CPB, Centraal Planbureau. Ja, want de economie is wel veerkrachtig. Maar ja, de krimp van 8,5%. Ja, is bizar hoog. En wat zei hij nou? Ja, we hebben een jaar met alleen maar hele erge cijfers. Oh, hij ging meteen de dramakaart spelen. Tuurlijk, dat is de rest van het verhaal namelijk ook. Hè? Oh, drama, drama, drama. Eens even kijken. Erg heb ik hier staan. En toen ging hij ook nog zeggen over die krimp van die economie of zo. Van ja, want als je dat dan vergelijkt met de rest van Europa, dan valt het wel mee. Dan denk je, oh, nou dat is fijn. Maar als je het niet vergelijkt met de rest van Europa, zegt hij dan, ja, dan valt het natuurlijk niet mee. En dan denk ik echt, wat is dat dan? Dan denk ik, ja, als je jezelf met Mark en Hugo vergelijkt, dan val je ook hartstikke mee. Maar als je het niet doet, ja, ben je misschien zelf ook wel een asshole. I don't know. Anyhow, de veerkracht was dus goed. Ja, dan ging het hebben over de steunpakketten. Veel sectoren hebben het zwaar. De horeca en de reisbranche en de ZZP'ers. Ik ga het niet allemaal noemen, maar ik noem ze dus toch. En omdat het verloop van de epidemie ongewis is. En dan denk ik, wat een gelul. Jullie plannen het hele verhaal, hè. Dit is niks ongewis. Je weet het al lang. Het ligt al lang klaar. En hij zegt, ja, daarom zijn de ramingen. Oh, dat was het woord van de dag, denk ik. Is een paar keer gezegd. De ramingen met grote onzekerheden omgeven. En toen dacht ik, oh, de ramingen. Daar zat er maar een F'je voor. Als in de framingen. Ja, want wat er gebeurt, wat moet er met de steunpakketten gebeuren? Ja, daar gaan ze komende week meer over melden. En ik denk dan, oh, let maar op. Niks steunpakket. Ze gaat gewoon intrekken. Geen kerstpakket en geen steunpakket. Let maar op. Je zakgeld wordt je ook nog afgenomen. Nou, er ging hij nog iets zeggen over op coronagebied. Ja, aanstaande dinsdag gaat natuurlijk de wet COVID-19 van kracht, tijdelijke maatregelen. Want er was ook een wens, zei hij. Ik zeg, nou, dacht ik bij mezelf, niet van mij hoor, niet van mij, Mark. Dat is niet mijn wens. Nee, ja, misschien dat jij daar een hele harde plas van krijgt, maar de meeste mensen worden er echt doodongelukkig van. Want het dringende advies van mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes wordt van een advies naar een verplichting. En ik dacht bij mezelf, nou, dat zullen we nog wel zien. Want voor de persconferentie was het natuurlijk wel een uitzondering, want er stonden een paar uitzonderingen in de wet. Tuurlijk, voor jou geldt het natuurlijk niet. En toen zei hij, de bedoeling is om zo snel mogelijk het advies om te zetten, het dringende advies om te zetten in een verplichting. Ah, dacht ik toen, het is gewoon nog niet rond. En dan vertelt hij het je zo, maar jij denkt, oh, het is een verplichting. Maar stiekem is dat volgens mij gewoon niet. Oh, ik hoop het zo. Ze krijgen het juridisch namelijk eigenlijk helemaal niet dichtgetimmerd. Echt mensen, fuck die mondkapjes, echt. Doe er niet aan mee. En ik hoop dat er heel veel winkeliers die mooie posters op de ramen gaan hangen natuurlijk. Even kijken, toen zei hij nog tot slot, wisselende cijfers over de besmettingen daalt niet zoals je zou willen. En toen zei ik, oh ja, het is afhankelijk van wat hij wil natuurlijk. Ja, en hij wil elke week wat anders. Want ja, het is een klein wispeltuurrupsje, nooit genoeg. Wat zei hij? Heb ik hier staan. Is het die tijd van de maand, Mark? Nou, hij ging dan even kijken over de cijfers. Ja, dan ging ik dan besluiten overnemen. 8 december. Oh ja, 8 december werd heel vaak herhaald. Wat kan er wel of niet? Maar het beeld is nog zorgwekkend. Nou, kwamen we weer in het drama. Niet zo positief als het leek naar de vorige persconferentie. En toen dacht ik, nee, dat is jullie grote schuiftruc, ouwe shoe-kampioen. En wat zei hij nou? Nou, even kijken, als iedereen zich aan de maatregels houdt. En het is heel vaak, ik dacht, ja, hij gelooft er volgens mij zelf ook niet meer in. Als we dat allemaal doen, dan kunnen we het virus verslaan. Ja, het is gewoon te grappig geworden. Dat is natuurlijk allemaal onzin.
om zo snel mogelijk naar verruimingen te gaan. En ik dacht, ah joh, jokkebrok, die gaan er helemaal niet komen, hè. En toen kwamen alle vragen. En er werd alles natuurlijk nog een keer herhaald, hè. Hou je vast, let op, komt-ie. Zeg ik iedere keer, hè? Ja, maar het is toch ook zo. Komt-ie. De NOS. Als we naar de cijfers kijken, is het dan niet tijd om de knoop door te hangen... De knoop door te hakken en vergeet die versoepelingen maar. Ik dacht, nou, dan gaan we alweer. Ze duwen zo in die afgrond in, hè. Oh, moet naar listen. En toen was het antwoord nee. We moeten eerst alle info hebben. En iets met het OMT en bla bla bla. Dan heb je al die info nog steeds niet dan? Nou, dat gaat ook nooit gebeuren. Ja, want richting 8 december gaan we dan besluiten nemen. Nou, ging die journalist weer. Ja, maar de mensen die er verstand van hebben, zeggen het is niet verstandig. En toen dacht ik ook, ja hoor, hij duwt ons nog even over die cliff. Het is echt niet te geloven. Ze doen het gewoon het hele spelletje weer. Ja, zei Mark dan, ja, als je me nu zou vragen, zou ik zeggen, het kan niet. Oh ja, geldt iedere keer. Nee, als je me morgen zou vragen, nee, kan ook niet. Nee, volgende week, nee, kan weer niet. Nee, dat blijft natuurlijk gewoon het antwoord. Nee, 8 december ging hij dan pas antwoord geven. Nou, zullen we daar gewoon, en volgens mij kunnen we daar van die met geld een poll van maken. En dat is, of een poll, een poel. Want we weten het antwoord natuurlijk al, hè. Nou, ja, nee, er was de volgende vraag of ze dan toch niet duidelijkheid konden geven in verband met de planning van families rondom de feestdagen. En wat zei onze Markie Mark? Luister, we hebben niet de luxe om de normale planning te hanteren. Dit kan je toch niet serieus nemen? Nou, die luxe heb je volgens mij wel. Dat bepaal je namelijk uiteindelijk helemaal zelf. Ja, en jullie dus ook, hè. Doe lekker wat je wil doen met kerst en de feestdagen. Serieus. En doe de gordijnen gewoon dicht. Wat zei die? We moeten ons houden aan het ritme van de besluitvorming. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat is echt een heel duivelsdansdeuntje volgens mij. Want een heel raar ritme. Ja, heel aritmisch eigenlijk. U heeft wel duidelijke voorwaarschuwing. En toen dacht ik, hij laat die journalisten gewoon het vuile werk opknappen. Die zeggen namelijk eigenlijk wat hij van plan is. Het is echt niet te geloven. Ja, want de cijfers zijn natuurlijk verslechterd. Want de cijfers zijn gebleven zoals vorige week vrijdag. Nee, wacht even. Wat is het nou, Mark? Zijn ze nou verslechterd? Of zijn ze nou hetzelfde gebleven? Want dat is natuurlijk niet hetzelfde. Nee, het was niet goed genoeg zoals het er nu uitziet. Nou, was toen de vraag. Als we dan de lijn volgen, dan moeten er juist zelfs verscherpingen komen. Oh, wauw! Serieus? Oh, wat voor martelaars, joh. En wat zei hij nou? Ik denk dat we dat stap voor stap moeten doen. Oh ja, dan zegt hij dus eigenlijk. En daar gaat het om. Je moet heel goed luisteren wat hij zegt. Ja, dat we dat stap voor stap moeten doen. Hij zegt namelijk eigenlijk wat ze wel gaan doen. Hij doet alsof hij antwoord geeft op die vraag. Maar eigenlijk geeft hij je vast wat er komt. Wat eraan komt. Maar weer, oh, pas 8 december. Ik zeg, oh my god. Hij zegt het dus weer gewoon. Nou, volgende vraag, SBS6. Oh, deze was erg. Nou, ja, het is veel te druk in Rotterdam en in het centrum en in de Koopgroot. En, dat komt allemaal niet. En, straf. Nou, was het antwoord. Ja, dat is aan de gemeente. Zij zijn voornemens om er iets aan te doen. Nou, ging ze nog een keer zeggen. Ze zouden dus de winkels kunnen sluiten. Is dat een idee? Oh, wauw. Ik zei het toch vorige keer, winkeliers, you are next. Ik heb hier ook staan, wie is dit, diezelfde verraad dame van Lichte Zeden? Met andere woorden, die verklikhoer. Zei Mark me, ja, dat is aan het lokaal gezag. En dat advies is mij drukte, maar de burgemeester heeft vergaande bevoegdheden. En dat soort dingen heeft hij een aantal keer herhaald. Dus ik zei, pas maar op, boefjes, want anders krijg je met Abu Talib aan de stok. Dat is niet echt een hele chille dude, hoor. Ging ze het nog een keer zeggen, maar moeten dan niet de winkels gewoon preventief gesloten worden? Oh my god! Nee, zei hij toen nog een keer, mensen moeten drukte vermijden. Ging ze het nog een keer zeggen, ja, maar dat gebeurt niet. Van moeten die winkels niet preventief gesloten worden, allemaal, of al is het maar tijdelijk? Nou, ik heb hier dus weer staan. Wie is dit corporale kutje? Sorry, die ons allemaal erbij loopt te lappen. Ja, zei hij toen nog een keer, voor mij drukte. En toen zei ze weer, ja, maar dat lijkt toch niet iedereen gehoor aan te geven. Waarom bent u erop tegen om de winkels preventief te sluiten? Wat? Hou op, man. De mensen gaan, ze is gek.
Ja, zei hij toen weer. Misschien is dat wat de burgemeester gaat doen. Of een winkelstraat afsluiten. Dus winkeliers, dit is wat er gaat gebeuren. Die mogelijkheden zijn er namelijk, zei hij. Want hij heeft die bevoegdheden. Ging ze nog een keer? Waarom nu niet landelijk al doen? Al is het maar kort. Nou, dat is niet normaal. Toen ging hij weer herhalen. Nee, we kunnen lokaal ingrijpen. Van waarom zouden we dat landelijk doen? Ja, toen zei ze zoiets en toch voelt dat alsof het kwaad al is geschied. Mens, waar heb je het over? Doe normaal gewoon, echt. En wat is er tegen om preventief de winkels landelijk te sluiten? En ik dacht bij mezelf, dit is allemaal NLP. Iedere keer zeggen van, jongens, landelijk winkels preventief sluiten. Het komt eraan. Oh, ik heb hier iets staan wat ik niet meer ga zeggen. Dat kan echt niet. Dit is met een oorlogsterm en inderdaad die dame van lichte zeden. Dit is echt niet normaal, dit. Dit is echt niet normaal. Toen werd ik echt pissig. En dus dacht ik ook bij mezelf, waarom mag zij vier keer dezelfde vraag stellen? Of moet zij vier keer dezelfde vraag stellen? Want dan worden we op die manier gewaarschuwd, indirect. Ja, toen zei ze ook nog uiteindelijk, hier ga ik niet uitkomen, zei ze vervolgens afsluitend. Nou, serieus, je bent gewoon niet goed, joh. Ik zeg, die spoort niet. En toen dacht ik ook, wat schuift dat, joh, en van wie? Wie betaalt jou daarvoor? En toen zei hij nog, zei Mark nog op de valreep, ja, maar in de aanvulling, het kan natuurlijk zo zijn, ooit, als het nodig zou zijn, om over te gaan tot het sluiten van, hou je vast, niet-essentiële winkels. Hoppa, dacht ik bij mezelf, daar is die al. Mooi toneelstukje. En het is allemaal gepitcht nu. Echt schokkend. Toen zei hij wel, ja, want het is wel een hele vergaande maatregel. Want het moet natuurlijk wel proportioneel zijn. Oh, en dat zegt hij. Oh, ja, ik heb hier echt staan. Speechless. Dan ben ik echt speechless. Want als er iets disproportioneel is, hè, dan zijn het eigenlijk al deze maatregelen. En dat weten jullie. Nou, toen kwam er een vraag over een gelekt tussenadvies. Een tussenadvies, ook bijzonder. Dat de horeca beter niet open kan in december. Nou, zei Mark, nu kan er niks. 8 december, 8 december, 8 december, 8 december. Nou, geloof me, 8 december kan er nog steeds niks, hoor. Echt niet. Is not gonna happen. Gaat dat veel verschil maken? Ja, op dit moment ben ik daar niet heel optimistisch over, zei hij. Dus, horeca, vergeet het maar. Het was einde oefening. Ging hij nog een keer zeggen, 8 december, 8 december, met allemaal hele gekke zo handgebaan. Het was net een robotje, robodance. Er was er niet heel hoopvol over. Dat heeft hij ook een aantal keren gehaald. Het is gewoon pessimistische NLP. Met andere woorden, forget it, it's not gonna happen. Klaar. Toen werd er nog wel gevraagd van, moet u dan niet perspectief bieden? En toen zei hij weer, als je me nu vraagt, kan er niks? Dat bleef hij maar herhalen. Maar ik hoef het nu niet te zeggen, zei hij ook nog. En toen dacht ik, nee, volgende week. Alsof het een spelletje is. Nee, ik ga deze week niet zeggen. Zeg ik het volgende week. Ja, mag ik een klinker kopen? Nee, jij niet. Want hij was er niet hoopvol over. Nog een keer in de herhaling. Nou, en toen ging zulke rare dingen weer zeggen. Als het percentage besmettelijken wat uit de teststraat komt... Besmettelijk uit de teststraat? Nee, er komen hooguit hele slechte positieve, vals positieve PCR-tests uit. En ik dacht bij mezelf, ik heb hier staan zoveel leugens in één zin. Is echt knap. Nou, begon hij weer over de cijfers, bla 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 bla. En toen zei hij, het aantal mensen wat besmet uit de teststraat komt. Zal ik het nog een keer halen? Het aantal mensen wat besmet uit de teststraat komt. Wat zei ik je eerder over die test? Misschien krijg je het daar wel van. Misschien zit er wel een soort vaccinatie in. Misschien wordt je DNA wel afgetapt. En misschien word je wel ergens mee ingespoten, besmet of gechipt. Ik sluit niets meer uit. Maar dit is natuurlijk allemaal crazy conspiracy. Nou, we zullen het zien tegen die tijd. Of je nog normaal kan functioneren. Of dat je helemaal gezombied wordt door je 5G-telefoon. Eens even kijken. Ik heb het hier ook staan. Ik herhaal, let op, het wordt je verteld, maar je hebt het niet door. Precies. Als je dus besmet uit de teststraat komt. Nou, toen weer een verhaal over 8 december. Pas antwoord, nu kan er niks. Misschien. Ik wil geen hoop opgeven. Luister goed. Hij zegt het allemaal. Volgende vraag. Koninklijke Nederlandse Horeca Brabant ziet het niet meer zitten, zei de journalist. Want ze willen of een goede deal voor volgende week. Of ze gaan ondanks de maatregelen 17 januari gewoon open. Ja, dacht ik toen. Ja, ga gewoon allemaal open. 17 januari. Nee, joh, gewoon volgende week. 8 december. Lijkt me veel mooier startdatum. Mark roept 8 december, 8 december. Ja, Mark, is er geen goed verhaal 8 december? Dan maken ze wel een goed verhaal. Open die tenten. Allemaal.
Ja, nou. En toen zei hij... dat laatste kan alleen, bla bla bla, heel leuk verhaal. Dacht, nee hoor, dat kan altijd. En toen zei hij weer, bla bla bla, steunpakketten. Alles ligt weer op de zeef. Op de zeef? Dacht ik, ja. Als je in de zandbak zit, Mark. Dat is een beetje het niveau waarop je nu praat namelijk. Ben je daar blijven hangen? Wat de horeca begrijpt dat zogenaamd heel goed. Hij begrijpt het zogenaamd heel goed dat de horeca het zwaar heeft. Nee, Mark, daar begrijp je helemaal niks van. Daar begrijp je helemaal niks van. Ik denk dat je nog nooit een nieuwblaadje in de hand hebt gehad. Ik denk dat je nog nooit een gerechtje hebt uitgezweerd. Misschien moet je het proberen. Misschien krijg je dan respect voor de horeca. En laat je die mensen gewoon een boterham verdienen. En wat zei die toen? Oh ja, deze. Hou je vast. Ik heb het virus niet bedacht. En ik denk dan... Hij zegt dus eigenlijk, dit virus is namelijk wel bedacht. Alleen niet door hem. Maar door wie dan wel? Oei. Is het Bill? Wie is het? Wie is het? Ja, nou, wie is de bol? Wie is de inventor? Wat zei hij nog meer? Oh ja, dat hij alleen maar, wat zijn taak was het land zo goed mogelijk door deze crisis loodsen. En daarom thans noodzakelijk dat de horeca dicht is. En ik dacht alleen maar, nee, dat is het helemaal niet. In de horeca waren sowieso de laagste besmettingen. Maar dan nog... proberen die horeca kapot te maken. Veel te veel vrije ondernemers en dat willen ze gewoon niet. En toen zei de journalist wel mooi, wat zegt u dan als ze 17 januari gewoon open gaan? En dan zei hij nou, als iemand zegt ik houd me niet aan de regel, dat is natuurlijk niet mogelijk, zei hij. En ik dacht bij mezelf, oh nee, moet jij eens opletten vriend. Dat is heel goed mogelijk. Dan ken je de horeca ondernemers waarschijnlijk nog niet. Misschien gaan ze nu eindelijk laten zien dat ze voor zichzelf gaan staan. Ik hoop het echt. Ik weet niet wat hier staat. U zegt beter handen wassen dan naar de cijfers kijken. What the fuck staat erbij? Ja, sorry voor het schelden. Ja, cijfers zijn hetzelfde niveau als vorige week. En toen dacht ik, en je gaat toch weer zeggen dat het slechter is en niet hoopvol en niet goed. Het was gewoon hetzelfde zijn. Dus, echt, trap er niet in. Ik blijf dat ook zeggen, trap er niet in. Ja, dat komt omdat de mensen zich niet aan de regels houden of aan de maatregelen. Want we hebben ook wel heel veel maatregelen, zei hij toen. Lastig om te verklaren waarom het dan niet daalt. Oh, dat was een vraag volgens mij. En ik dacht bij mezelf, nee, het is heel simpel om te verklaren. Want ja, ze zijn gewoon meer aan het testen. En die testen, die deugen niet. En en eigenlijk is het heel makkelijk te verklaren. Daarom komen we met een vraag. Is het een hoax? Oké, we gaan door. We zijn er bijna volgens mij. Zei ze toen ook, want je hoopt toch wel dat er een verklaring voor gevonden wordt. Dat het dus niet daalt, hè? En toen zei hij, het betekent in ieder geval dat het langer duurt. Dan duurt het langer. En toen dacht ik, ja, dat is het enige wat hij weer kwijt wil. Het gaat langer duren. Echt. Ja, hij vertelt het je eigenlijk allemaal. Maar je moet het wel willen horen. En toen ging hij heel vergelijk met Duitsland houden. Waarin ze de maatregelen verlengd hebben. En toen dacht ik, nou, dat is onze nieuwe toezegging. Ik weet niet wat verlenging in het Duits is. Maar het duurt een beetje langer. Wat was er nog meer? Wat was het nut van de maatregelen? Wat zei hij nou over het aantal mensen binnen aan het maximum waar iedereen zich nu wel aan houdt, geloof ik, lijk ik te zien. En ik dacht bij mezelf, ja, geloof het wel niet meer. Hij weet donders goed, mensen zich er helemaal niet meer aan houden. Nee, Mark, want het zijn allemaal onzinmaatregelen. En je probeert ons alleen maar uit elkaar te drijven. En het helpt dus ook niet tegen het virus, dus we kunnen er net zo goed mee ophouden. Ik heb gezegd, ja, twijfel je, Mark, want hij stond er heel raar bij. En toen dacht ik, doe het er niet zo schijnheilig, man. Ja, en toen ging hij weer zeggen, nee, maar oh, de maatregelen, heel belangrijk, tralalala. Want heel veel mensen doen dat, want heel veel mensen snappen dat het heel belangrijk is. Ja, oh, probeert weer op allerlei gewetens in te spelen. Nou, Mark, het werkt niet. It's not happening. Het gaat niet meer naar binnen. En bij steeds meer mensen gaat het ook niet meer naar binnen. Gelukkig, want heel veel mensen hebben steeds beter door wat er werkelijk aan de hand is. Ja, volgens mij heeft hij het heel moeilijk mee om zelf begin te geloven. Nou, toen kwam nog een vraag van de NOS over het begin volgend jaar vaccineren. En dat er problemen zijn met AstraZeneca. Lukt dat dan nog wel in het eerste kwartaal? Ja. Eerste kwartaal gaan ze heel eind komen, zei hij. Ja, dan gaan we de eerste 3,5 miljoen mensen vaccineren. Zou je hopen? En ik dacht, nou, ik hoop alleen maar heel hard van niet. Oh, hou vol. Weer over het vaccin. Oh, daar had iemand heel uitgebreid op straat over gesproken. En die had dan gezegd, ja, maar dat vaccin is toch ook niet zonder risico's. Oh, dacht ik, hey, wie heeft die gesproken? Frank Rusink. Ik hoop het. Of een andere kritivaxer. Ja, daar houden we van, hè. Niet antivaxer, kritivaxer. Ja, dat is eigenlijk wel hetzelfde. Maar vind ik gewoon een mooi woord. Ja, zei hij toen. We hadden heel zorgvuldig bekeken. En toen kwam er ook weer een hele rare zin. Ja, want we werken dan met de knapste koppen hieraan. En
Let op. Als het dan toegelaten wordt, dan is er echt absoluut de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat je ook dat veilig kunt doen. Nou, ik heb de zin 3 keer teruggespoeld. Het maakt niet uit wat hij zegt. Ik hoor alleen maar, nee joh, dat is helemaal niet veilig, maar ik wil er gewoon een punt aan. Want het klinkt helemaal niet als in zonder risico's. En het is sowieso een onnodig vaccin. Hè? Je hebt gewoon een immuunsysteem. Je kan prima zelf groepsimmuniteit. Kunnen we gewoon met z'n allen bereiken. Wat werd het toen? Oh, toen ging die journalist zeggen, ja, maar dat vaccin is natuurlijk onze enige hoop om uit deze crisis te komen. Wauw! Door welke farmaceut wordt hij betaald dan? Door die van de broer van Hugo zeker. Ja, want 1,5 meter werkt niet, zei hij toen wel. Want dat is natuurlijk een wassen neus. Ja, maar dan is zo. Staat Mark daar ook, of niet? Nou, toen zei Mark, dat snap ik niet helemaal. Hoe bedoel je dat? En toen dacht ik, ja Mark, jij snapt wel meer niet. En ben je getriggerd door het wassen neus woordje. Want het is natuurlijk allemaal een wassen neus. Het is wel zo dat als we ons allemaal aan de 1,5 meter houden, zei hij, heeft het virus een uitermate karig bestaan. En toen dacht ik, ja, wat gaat het weer over het waarheidsvirus? Ja, als je allemaal aan de 1,5 meter houdt, dan moet je zo schreeuwen, hè? Daar houden wij helemaal niet van. We vertellen het elkaar liever gewoon in een leuk persoonlijk gesprek over, nou, heb je gehoord? Oh, ik heb dit ontdekt. Oh ja, ik heb dat uitgepuzzeld. En dan weten we allemaal weer hoe het zit. Maar, Mark, anders gaan we het gewoon wel naar elkaar schreeuwen, hè? En, ik geloof ook dat heel veel mensen, en dat hoop ik trouwens ook, een megafoon hebben of al hebben aangeschaft. Of nog gaan aanschaffen. Want dan schreeuwen het gewoon van de daken. Ik wel in ieder geval. Dus dan sluit je me op in mijn huis. Ik schreeuw het nog steeds van mijn dak. Het kan mij niet schelen, want iedereen gaat het horen. Want die waarheid, die moet gewoon naar boven komen. We zijn de leugens echt kotsbeu nu. Nee, want Mark wilde dan toch ook wel weer volle zalen bij de persconferenties. En ik dacht bij mezelf, nou dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal geen persconferenties eigenlijk meer. Behalve als er nu integere politici gaan komen. Als jullie allemaal eruit geflikkerd zijn wat mij betreft. Of keurig netjes wegstemt. Prima hoor. Maar er gaat een nieuwe lichting komen. Dat weet ik zeker. Blijft natuurlijk hetzelfde spel. Maar ja, het spel met integere mensen kan zomaar ineens een eerlijker spel worden. Nee, begon die weer zijn hele propagandapraatje over nee, want wat daarvoor nodig is, hè, om weer op volle persconferentiezalen te kunnen, is een vaccin en testen en een medicijn en 3-sporen-beleid en bladijadijadijadij. Nou, ik luister niet. Hij had het programmaatje aangezet, gewoon de buikspreker. Hop, Markje, die vertelt gewoon weer het verhaaltje wat hij moet vertellen. Wat zei hij nou? En het kan best zijn, en dat is bij dit virus, oh ja, dat vond ik ook zo mooi. Wat zei hij nou? Dat ik, en dat is bij dit virus, dat ik over 1 of 2 weken er iets anders over moet vertellen. En toen dacht ik, precies, jij moet dat vertellen. Jij hebt gewoon een opdracht. En toen kwam er nog een vraag van Wester. Die ging heel graag over de oppositie en over Forum, Forum voor Democratie. En praat u nog met iedereen van Forum en dalalala. Eén groot leeuwverhaal, allemaal afleiding, zodat je al die andere horror dingen die hij weer gezegd heeft, een soort van vergeet, je weer een beetje in slaap gesust wordt. Maar ja, ik herinner je er even aan, dus word maar weer wakker. Allemaal afleiding, we trappen er niet in. Nou, toen kwam er nog een vraag ook over, nog meer over Forum voor Democratie en over racisme en antisemitisme, blablabla, nazisme, tadidadida, gaf hij ook allemaal geen commentaar op. Want vond hij het allemaal niet correct? Oh, dan is hij ineens heel correct en integer. Ja, allemaal hoela. En hij had zijn handen vol aan zijn eigen partij. Want u denkt dat het bij de VVD allemaal zo goed gaat, zei hij. Nou, blijkbaar niet. Nou, dat is mooi. Laat maar lekker rommelen daar. Nog een vraag over de coalitie. Populistische bewegingen. Weet ik veel. Allemaal bullshit. Ga je niet mee vervelen. Ja, het was gewoon een aansturing op framing. En hij speelt het zogenaamd mee, hè, en blijft dan zogenaamd neutraal. Ja, bye. Daar trapt natuurlijk helemaal niemand in. Toen kreeg hij nog allerlei vragen over het verhoor. Ja, daar had hij er ook niks aan toe te voegen. Wat gaat u naar het rapport? Oh ja, want hij wilde, ja, is het rapport afwachten en gaat u dan daarna wel de vragen beantwoorden? Nee, zei hij toen. Nee, oké. Okay. Die journalist zei toen wel terecht, u doet er allemaal heel lustig over. Terwijl er eigenlijk heel
gemeen en laagdunkend gesproken het is over dat, die hele onderzoekscommissie waar het eigenlijk over gaat. En die journalist vond van verdient dat niet wat meer en wat serieuzer antwoord dan een glimlach zo van dat hoort u lekker nooit van ons. En dat vond ik wel een heel mooie zin. Dus die krijgt toch een duimpje. Ja, want dat is natuurlijk wat ze de hele tijd doen. Dan hoort u lekker nooit van ons. En vertel het je volgende week, volgende week, volgende week, volgende week. Ja, dan zegt hij ja, nee, morgen. Ja, nee, morgen. Ja, maar het is altijd morgen. En dus nooit. En daarmee zei hij wel terecht, geeft dat niet juist aan en is dat niet exemplarisch voor het feit dat u het inderdaad helemaal niet serieus neemt. Nou, dat vond ik dan wel goed gezegd. Volgens Mark was het tegenovergestelde waar. Nou, Mark, volgens mij is het tegenovergestelde waar. Dus, zijn reactie zei eigenlijk genoeg, helemaal niet verder, ook niet interessant. De energie zakte inderdaad weer helemaal weg. En toen zei hij nog iets dat hij gewetensvol iets in kaart wilde brengen. Nou, jeetje. Ik vraag hem elke week opnieuw af. Heeft die man nog een geweten? Heeft hij nog een ziel? Serieus. Heeft hij nog een hart? Doet dat hart het nog wel? Ik wilde vandaag eigenlijk ook op Binnenhof gaan staan weer. Met licht en liefde. Met een heel groot neonhart. Wat ik ook op het Malieveld bij hem had. Maar het kwam er helaas niet meer van. Want het liep allemaal even anders. Maar volgende week nieuwe kansen. Misschien zijn er wel mensen die mee willen dat met die harten. Dat zou ik wel leuk vinden eigenlijk. Nou, er kwam nog een laatste vraag over een motie en een onderzoek over steun aan Syrische rebellen. Echt, who cares? En toen zei hij wel zoiets van, ja, dat had hij dan totaal niet au fait. En toen dacht ik, oh ja, dat is Frans voor, ik weet het gewoon niet. En ik ga ook niet eens mijn best doen om het te herinneren. Nee. In Duits is dat zoiets als, wir haben es nicht gewusst. Ik denk een beetje, weet je, het zal wel. En toen begon hij weer over dat het niet correct was en ging hij alle vragen ontwijken. En toen dacht ik, jeetje, doe nou niet net alsof je wel correct bent. Dat doet hij alleen maar als externe dingen. Over corona zwet hij het ene verhaal na het andere en ligt hij alles bij elkaar. En dan correctheid ineens helemaal niet aan de orde. Nou, weet je, we trappen daar natuurlijk al lang niet meer in. En toen zei hij nog iets over alle papieren op zijn desk. Die hele stapel met denkbare vragen. En toen dacht ik, nee, ik studeer de vragen. Want er zit natuurlijk niks spontaans bij. Ja, ik denk bij mezelf iedere keer, weet je, er wordt echt nog beter geacteerd in goede tijden, slechte tijden. En Mark sloot af. En ik sluit eigenlijk nu ook af. Want verder was het irrelevant natuurlijk. Toen zei hij, stay safe. En toen dacht ik, ja Mark, stay safe. Dat lijkt me een heel goed advies voor jou. Stay safe, Mark. Stay safe.